Hallo iedereen, welkom bij mijn kanaal Fat Dandelions. Mijn naam is Mildred. Dit is item nummer 17. Even kijken. Is het? Nee. Ja. Ik ben zo moe. Dit is ik ga envelop, zodat ik het beter kan zien. Dit is een cirkelvormige stadsmessen van eikenbladeren. Item nummer 17. Volgende. Ik hou even de envelop hoor. Oké, dus je hebt nu bubbels, stansmessen en doily stansmessen. Item nummer 21. Oh, dit zijn stansmessen van mezelf. Dit zijn paardenbloemen. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar alles wat met paardenbloemen te maken heeft. Want dat is de naam van mijn kanaal. Paardenbloemen. In het Engels. Fat Dandelions. Dus ik had gedacht, omdat ik niet zo goed ben in logo bedenken. Mijn eigen logo bedenken, dacht ik zo van, als ik een bedankkaartje wil sturen, kan ik een kaart maken van deze stansmessen. Van de vorm paardenbloemen. Dus bij deze, dit was mijn gedachte. Oké, volgende. Oh, er zit niks in hier. Dat is wel raar. Oké. Ja, ik heb Alice in Wonderland stickers gevonden. En dit noemen ze sticker flakes. Dus ik heb 3 sets genomen, of 3 stuks. 1, 2, 3. Want ik hou van Alice in Wonderland, ik weet niet waarom. En ik dacht bij mezelf, weet je. Als ik over heb, kan ik misschien, weet je, delen met iemand anders. Die ook Happy Meal Sneeuwman doet, die ook van Alice in Wonderland houdt. En deze leverancier is zo lief geweest bij 3 stuks van dezelfde stickers, zeg maar. Alice in Wonderland heeft hij dit cadeautje meegegeven. Stickers van emojis. Dat is toch lief? Ik heb er niet om gevraagd. Ik heb gewoon gekregen. Dat is toch lief? Oké. Volgende. Oh, die had ik dus net opengemaakt. Ja. Oh ja, dat weet ik alweer. Ik had bij deze leverancier heb ik wax octagons gekozen. En ik zocht naar gele. Maar ik weet niet wat er in hun hoofd omgaat. Als ik vraag om gele, weet ik gele. Geen gouden. Ik heb al heel veel van goud al besteld. Ik wil gewoon echt gele, want ik heb een stamp head in de vorm van een bij en ik wil gewoon geel. Maar ik kan nergens een gele wax vinden. Ik heb wel van die staven, maar die vind ik een beetje lastig, want dan moet ik ze in snijden in vierkantjes al. En het gevecht veel kracht, dus dan stel je voor als je een heel staaf hebt, dan moet je zeg maar, ik weet niet, meer dan 50 keer snijden tot je van die kleine vierkantjes hebt. Ik dacht, weet je, als ik gele bestel, is het wat makkelijker. Maar helaas heeft deze leverancier het niet begrepen. Hij dacht geel, nou, dat is gewoon goud. Maar deze ben ik wel blij. Zacht roze. Maar ik bestel altijd heel veel. En ik had twijfels bij deze leverancier. Dus ik dacht, weet je wat, ik bestel me gewoon 1. Want toch, in 1 zakje zitten er al 100 stuks. Zeggen ze.
En ik heb bij al die andere, in het verleden, al die andere leveranciers die in zulke zakjes dan meesturen, 100 stuks. En dan klopt het aantal wel. Dus ik vertrouw deze leverancier, maar ja, ik ga alsnog tellen hoor. Dus bij deze. Ik weet niet wat de prijs hiervan was. Ik ga nog een keer voelen of er niet iets in zit dat ik per ongeluk heb weggegooid. Oké, deze. Dit is leuk. Ik bestel af en toe wel eens bij Alina Craft. Alleen Alina Craft is best wel duur. Hun stansmes of hun spullen. En dat weten ze ook heel goed. Dat weten ze donders goed. Ze weten dat ze goed spul verkopen. En heel veel van die leveranciers die kopen die stansmes of spullen bij Alina Craft. En dan gaan ze het namaken. En die stansmessen zijn niet zo goed. Die stansmessen van Alina Craft. En er is er ook nog eentje, Nicole Silhouette. Deze twee mensen maken hele mooie spullen. En Nicole Silhouette heeft Alina Craft gevraagd van, kan je me helpen? Want ik wil ook een beetje dyes, stansmessen designen. En hij heeft ze om hulp gevraagd. En Alina Craft is heel lief geweest. Om te zeggen van, ja, je kan mij, volgens mij was ze in een soort stagiaire geweest, Nicole. En hij is een tijdje onder de vleugels van Alina Craft gelopen. En toen is ze, zeg maar, na een jaar is Nicole Silhouette voor haarzelf begonnen. Maar ik heb